specifieks noemen wat jullie de afgelopen dagen met elkaar gedaan hebben om naar beterschap toe te gaan? Ja, we hebben gewoon hard getraind en ja, helaas hebben we niet kunnen winnen. Ja, Jurgen, kleurloos ten ondergaan in de halve finale tegen Utrecht. Dat kan je ook gelijk van je to-do-list afstrepen. Ja, helaas wel. Ik denk dat we, ja, we creëren wel wat kansen, maar helaas ging hij er niet in. Waarom lukt dat niet? Ja, ik zou het niet weten. Het is gewoon, ja, het is gewoon balen. Ik denk dat we, ja, we speelden in de eerste helft wel prima, vond ik. En helaas scoren we dan niet en dan een overtreding rond de 16 ongeveer. En ja, iemand komt helemaal vrij en die kopt hem dan binnen helaas. En dan de tweede helft beginnen we ook sterk, vond ik. En ja, dan helaas een moeilijk moment, de penalty. Er is ook niet echt een moment geweest dat het erop leek dat jullie vandaag iets in de melk te brokkelen hadden. Ja, dat klopt wel een beetje, ja. Maar ja, volgens mij hebben we wel wat kansen gecreëerd, dus konden we zeker scoren. Hoe zijn jullie naar deze wedstrijd toegeleefd? Want ik neem aan met het verlies tegen AZ dat je tegen Getafe natuurlijk ook verliezen uit de Europa League. Dat je op een gegeven moment wel zoiets hebt van jongens, we moeten de rug rechten. Maar waarom lukt dat niet? Ja, is lastig natuurlijk te zeggen. Kan je iets specifieks noemen wat jullie de afgelopen dagen met elkaar gedaan hebben om naar beterschap toe te gaan? Ja, we hebben gewoon hard getraind en ja, helaas hebben we niet kunnen winnen. Maar mensen vragen zich natuurlijk af wat er aan de hand is, want jullie zijn zulke goede voetballers en kunnen dat nu niet op de mat leggen. Dan vraag je bijna af of er iets anders aan de hand is. Nee, er is niks anders aan de hand, denk ik. Nee. Nee. Ja, hoe nu verder? Heb jij een idee? Want zaterdag wacht Heerenveen. En ja, ik heb er gewoon vertrouwen in en we moeten daar gewoon 3 punten pakken. Ja.